Ja, met de matchwinner. Van harte gefeliciteerd. Ik denk dat jij blij mee bent. Ja, dankjewel. We hebben belangrijke 3 punten meegenomen. En dat ik hem maak, is het ook mooi. Maar de belangrijkste was 3 punten. En nog met 10 man, hè? Al op het moment dat jij hem scoort. Had je daar op dat moment na die rode kaart nog echt op gerekend dat je kans nog zou komen? Nou ja, wij creëren kansen altijd en daar loer ik ook op elke keer. En ja, het is een hele goede steekbal van Thomas en gelukkig maak ik hem af. En daarna houden we de boel, moeten we compact spelen en gelukkig winnen we die wedstrijd. Ja, want zo'n wedstrijd kan na zo'n rode kaart ook helemaal omslaan, hè? Want in de eerste helft, ja, de krachtsverhoudingen waren volgens mij wel redelijk duidelijk. Maar het kan ook helemaal anders lopen opeens na zo'n moment vlak naar rust. Ja, klopt. We hebben nog in de rust gezegd van... hou het rustig, want we hadden 3 gele kaarten volgens mij en een minuut later komen we veld op en een minuut later gebeurt dit toch. En dat is ja, niet goed, daar moeten we goed mee kunnen omgaan, maar gelukkig winnen we de wedstrijd en daar ben ik blij om. Ja, hoe prettig is het dat jij dan uitgerekt de winnende maakt, omdat je lang niet altijd zeker bent van een basisplek en hiermee misschien krediet kan opbouwen? Nee, klopt. Ik ben verhuurd en ik ben gekomen om te spelen natuurlijk. Maar we hebben goede spelers. De concurrentie is goed. En we hebben hier wat aan de zijkant ook goede spelers. De trainer maakt de keus. En vandaag heeft hij voor mij en Thomas gekozen. En, ik denk dat we goed gedaan hebben. Maar met hier wat erbij is het alleen maar sterker. Ja, vandaag was ook essentieel, hè? Als je kijkt naar het programma wat jullie nu krijgen en welke tegenstanders dat zijn. Ja, aanhaken was vandaag wel heel belangrijk. En gelukkig doen jullie dat. Ja, gelukkig pakken we die 3 punten vandaag en we hebben de komende tijd een hele moeilijke periode. Maar als wij gewoon onze spel spelen en goed voetballen, dan komt het wel goed. 2 keer een veruitwedstrijd nu achter elkaar. 2 keer ook dezelfde wedstrijd. Bereid je daar als voetballer op toch wel andere manier dan op voor? Want dat is best bijzonder. Ja, tuurlijk. Kijk, maar ja, kijk, het gaat om vandaag. We hebben deze wedstrijd gewonnen. En dan nemen we die vertrouwen mee. En als je verloren hebt, dan is dat wat moeilijker. Maar nu hebben we vertrouwen. En ik denk dat we volgende week gewoon ook weer aan de bak moeten. Je krijgt een prachtige bos bloemen ook. Als man of the match. Traditie is dat hier. Waar komt die te staan? Waar gaan ze naartoe? Ik weet niet. Ik heb geen vriendin. Dus ik weet niet. Ik denk naar mijn moeder. Ja, of je kan een willekeurig iemand blij mee maken. Kan ook nog natuurlijk. En dan kom je gelijk goed binnen. Nee, ik geef het gewoon aan mijn moeder. Ook prachtig. Ja, natuurlijk. Zeker.